Ja. Zoals jullie al weten, ben ik gesponsord door Campina. En vandaag review ik een nieuwe product. De chocoladevla. Hele mooie vla. Chocoladevla met weidemelk. Super cool. Dus ik ga even dit product reviewen. Ik heb er super veel zin in. Let's go. Oh my god. Campina vla. Let's go. Net alsof ik stront in een kommetje aan het gieten ben. What the fuck. Holy shit. Het is wel fucking lekker. Campina chocoladevla. Niet te missen voor het ontbijt. Let's by the way op mijn popfilter geslopt. Die van mijn microfoon geramd op de een of andere manier. Ik maak echt alles kapot. Het houdt niet op, niet vanzelf. Yo YouTubers, hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over de Illuminati. We gaan de 10 bekendste, of minst bekende, symbolen bespreken. Wow. Speciaal voor deze video heb ik er een Amerikaanse dollar bij genomen. Want deze dingen, pure Illuminati. Dus ik ga dit ding gebruiken om de video te verduidelijken. En ik ga mijn pot chocoladevla ook gebruiken om mijn maag vol te houden. Zeker duimpje omhoog, meer duimpjes omhoog betekent meer duimpjes omhoog. En hoe meer duimpjes omhoog, hoe cooler. Dus ik ben excited. En we gaan eraan beginnen, ja. Vandaag gaan wij het hebben voor 10 symbolen in de Illuminati. Waarschijnlijk kende je er maar één. Vandaag leer ik je ze allemaal kennen. 10 symbolen. Let's go. Eerste symbool is de uil. De uil kent iedereen wel. De uil, symbool van de wijsheid. Athena, godin van de wijsheid. De uil. Wat kunnen uilen? Ze kunnen zien in het donker en ze zien alles. Wat eigenlijk heel mooi defineert wat de mensen, de illuministen, ook willen. Ze willen alles zien. Ze willen dat niks hun ontglipt. Ze kunnen zien in de donker, zo dingen. Daarom gebruiken zij de uil als een symbool. Nu is de vraag, Acid, waar gebruiken zij de uil als een symbool? Op het dollarbriefje. Niemand heeft waarschijnlijk ooit al gezien, maar er staat een uil in de rechterbovenhoek van het dollarbriefje. Als mijn webcam nu even zo vriendelijk zou willen zijn om het scherp te stellen. Als je heel goed kijkt, zie je dat er daar in die kleine opening een uiltje staat. Heel klein, heel klein. Why the fuck zou je dat doen? Why the fuck zou de overheid van Amerika een uil in een 1 dollar briefje stoppen? Nobody knows. De uil. Eerste symbool. Let's go. Op nummer 2 hebben wij de Hitlergroet. Was Hitler een van de Illuminati? Gaan we nooit weten. Maar we weten wel dat Hitler een van de grootste dictators was op de wereld. En dat is ook wat de echte Illuministen willen. Een dictatuur die de hele wereld beheerst. En Hitler was daar redelijk dichtbij. Alhoewel het hem niet is gelukt. En hij helemaal ten onder is gegaan. Hitler heeft een hele grote rol gespeeld in het Illuminati verleden. Beter dat hij dood is. Het was een fucking Mogol. Maar dus de nazi-groet wordt nog steeds beschouwd als een van de tekens van de Illuminati. Dus als jij iemand op straat zo ziet doen, is het misschien omdat hij een aanhanger is van Hitler. Maar misschien is hij gewoon een diehard Illuminati man. Nummer 8 kennen we ongetwijfeld allemaal. En dat is het omgekeerde pentagram. Pentagram wordt ook wel een Davidster genoemd, want het was het teken van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Maar als we dit gaan omdraaien, dan krijgen we dus een omgekeerd pentagram. En het omgekeerde pentagram wordt gezien als het teken van de duivel. Extreme mensen hebben gevonden dat als je de stratenmap erbij neemt van Washington DC, dat is dus een stad in Amerika, dan is er één plek waar je perfect een omgekeerd pentagram kan tekenen in de straten. Het is een omgekeerd pentagram en het onderste puntje wijst precies naar het Witte Huis. Wat dus betekent dat Satan in verband zou staan met het Witte Huis. Fucking epic. Eigenlijk niet, maar oké. Dit is gewoon enge shit. Sommige mensen zeggen dat het gewoon te ver gezocht is. Maar dit zijn gewoon van die dingen waarbij ik ook denk van, wow, what the fuck. Ik vind het ook wel gek dat mensen deze dingen kunnen vinden. Maar oké, het is altijd al iets raar geweest, vind ik. Illuminati hebben er nooit echt het fijne van willen weten. Maar oké, ik heb genoeg films gekeken van Illuminati. Echt waar, op YouTube. Wij gaan door naar nummer 7. En nu gaan we het hebben over de piramide. Piramide, iedereen kent ze, Egypte, zo'n dingen. Daar hebben we het, Egypte. In Egypte, de geschiedenis van Egypte, heeft heel veel te maken met de nu destijdse Illuminaten. Een piramide wordt ook gezien als een teken van wijsheid. Het zijn enorme monumenten waar heel veel werk aan is besteed en enorm moeilijk is geweest om te maken. Maar daar gaat het hem niet echt om bij deze theorie. Het engste is, de piramide die op het dollarbriefje staat, heeft precies 13 lagen. Wat is er zo eng aan het getal 13? In de geschiedenis van de vrijmetselarij waren er 13 bloedverwanten. Dat betekent dus dat er een soort van 13 bloedlijnen geweest zijn in de stichting van de Illuminati. En precies
Die hoeveelheid lijnen staat ook op een piramide op het dollarbriefje. Heel raar. Eén dollarbriefje is een pittig raar ding. De Verenigde Staten hebben nog altijd niet gereageerd op de duizenden, miljarden vragen waarom er in godsnaam een piramide op een briefje staat. Maar oké. De volgende is de obelisk. En de obelisk is een monument die alweer uit de Egyptische tijd komt. Een obelisk, je kan ze vinden in Washington opnieuw. In Parijs staat er ook eentje. In Londen staat er een. En nog in heel veel andere steden, grootsteden, zo'n dingen, staan er allemaal obelisken. Maar in de Egyptische tijd was een obelisk een teken van macht. En ik zou het al denken dat de obelisken in grootsteden staan en grootsteden staan voor macht. Dus daarvoor staat er dus een obelisk in elke grootstad. Maar in elke obelisk staat er iets gekerfd onderaan in Egyptische taal, in spijkerschrift. En dit zijn allemaal Latijnse woorden. Ze komen allemaal op hetzelfde neer. En dat is Anuit Skeptis Novus Ordero Secrorum. En dat betekent dat er een nieuwe wereldorde geschept moet worden. En dat zien de Illuministen, die mensen van de Illuminati, als hun lijfzin. Zij vinden dat er iets nieuw moet gebeuren en dat alles moet veranderen en zo. Dus daarvoor staan de obelisken ook in teken van de Illuminati. Op nummer 5 hebben wij 666. Nummer van de duivel, 666. Kennen we allemaal. Het is een beetje antichristelijk. En dat is ook de bedoeling van het cijfer. Het cijfer wordt in erg veel dingen gezien. En dat is ook elke keer als je een popster dit ziet doen, wordt het geassocieerd dat dit dus een zesje is. En dan heb je nog, ja. En zo wordt het dus gezien als teken van de duivel. Het is het cijfer van de duivel. Maar niet alleen in deze dingen zien wij 666 enorm veel terugkomen. Ook in Campina Chocoladevla. In barcodes vinden we heel vaak nummer 666 terug. En dat is als we alle barcodes gaan splitsen, dan krijg je dus 3 gedeeltes. En als je dan de cijfertjes van de barcodes gaat optellen, en je gaat tot 9, het is een heel rare manier van tellen, dan kom je meestal uit op 666. Dus eigenlijk gewoon dat de duivel de chocoladevla handen heeft. Oh my god, Campina, dat is, stond niet in het sponsoringscontract. Voor de mensen die zich afvragen wat ik op mijn hoofd heb, ik heb een muggenbeet opengekrapt en het is gelijk een beetje erger geworden, maar oké, ja. Op nummer 5 hebben wij mijn persoonlijke favoriet en dat is de bokkengroet. De bokkengroet kent iedereen, maar niet onder de naam van de bokkengroet. Want wat is de bokkengroet? Dit is de bokkengroet. Dan wordt je pink en je wijsvinger gezien als hoorns en dan doe je eigenlijk dit. En dan represent je eigenlijk gewoon Satan. Dus als jij de volgende keer een leuke selfie maakt op Facebook of op Instagram, dan aanbid je eigenlijk Satan door middel van de bokkengroet. Ik vind iets heel raar. Is wel pittig. De bokkengroet. Represent de duivel. Nummer 3. De eeuwige vlam. De eeuwige vlam wordt gezien door de Illuministen als de verlichting. Wat zij willen doen is de wereld verlichten en hun alle dingen tonen van de verlichting en hun alle denken zetten. Open your eyes. En daarvoor staat dus de vlam om het licht te geven. En wat is de bekendste eeuwige vlam van heel de wereld? Het vrijheidsbeeld. Opnieuw, het vrijheidsbeeld is het teken van macht. En het heeft de eeuwige vlam in zijn hand. En het teken van het vrijheidsbeeld is de mensen van de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika. Dus het loopt allemaal weer helemaal bij elkaar dat het macht is. En ze willen mensen iets nieuws doen. Daarvoor staat de vlam. En ja, deze vind ik pittig raar. Omdat de vlam is vuur en lichting. En de vlam is dus ook een van de 10 symbolen van Illuminati. Nummer 2 is iets heel raar waar ik nog nooit van had gehoord. En dat is de Orde van de Skull and Bones. De Orde van de Skull and Bones wordt ook gezien als de grondleggers van de Illuminati. En dit waren eigenlijk de mensen die er echt voor hebben gezorgd dat, ja, het een beetje naar boven kwam. Het begon allemaal met enkele studenten die studeerden aan een of andere universiteit. Dit heeft zich zo verder gezet tot nu dat de Orde van de Skull and Bones eigenlijk nog altijd erg bekend is. Alhoewel ik er nog nooit van had gehoord. Het zou nog heel bekend moeten zijn. Het enige rare is dat veel mensen die nu erg hoge mannen zijn, bekende zakenmannen, zoals Bill Gates, vroeger lid waren van de Orde van de Skull and Bones in de universiteit waar zij studeerden. Dus heel raar, heel fucking raar. We gaan door naar nummer 1. Deze kennen we sowieso allemaal. Nummer 1 is de bekendste van allemaal. En dat is de All-Seeing Eye. Het Illuminati-oog, het alzienend oog, het oog die alles ziet. Origineel is het gewoon een oog waar allemaal stralen rond zijn. Maar in de geschiedenis van nu wordt het eerder gezien als een oog in het midden van een driehoek. En dit is gewoon het van het symbool van de Illuminati. Iedereen die dit ziet, elke keer als dit teken ergens passeert, Illuminati confirmed. Altijd. Elke fucking keer. En dat is ook zo. Want dat is...
Dat is het symbool van de Illuminati. Het oog. De piramide heeft er niks mee te maken. Nu hebben we het alleen over het oog. En het oog is gewoon, ja, het oog die alles ziet. Die zorgt dat niemand geheimen heeft. Die, ja, het alziend oog. Die alles ziet. De FBI. Zo shit. Daaraan wordt het gelinkt. En dat is de Illuminati. En dit is chocoladevla. Meneer Sid. Ik zou zeggen, ben jij geïnteresseerd in chocoladevla? Ga dan even halen in de winkel en tweet het naar mij op Twitter. Naar @NathanXAcid. En zeg wat jij vindt van de chocoladevla. Ik ben Acid en ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij niet chill? Dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ik zie jullie met de volgende video. Mijn klaar morgen om 7 uur op mijn kanaal. Ja, joe.